Hallo allemaal, mijn naam is Geld en leuk dat je allemaal weer kijkt en duistert voor etappe 3 van de Tour de France. De eerste sprint-etappe op papier en in de werkelijkheid was het niet helemaal vlak... ...want er zitten toch een totaal aantal hoogtemeters in van 2600 en een paar gecarteriseerde beklimmingen... ...maar de laatste gecarteriseerde klim was met nog 80 kilometer gaan. Dus was er mogelijkheid dat Trek en Intermarché voor Pedersen en Binium makkelijker uh, konden maken... ...als ze op de beklimmingen hard tempo hadden gereden... En dat ze dat door hadden gezet tot de finish: het controleren dat de sprinters dat ze hoogstwaarschijnlijk gingen sprinten zonder Jacobsen, Groene Wegen, Kevin Dies, voor Ewan en bouwhaus Maar dat gebeurde niet in deze etappe. Het werd door bijna alle sprinterteams gecontroleerd en geen Tempo reden om de pure te lossen op de beklimmingen. Wat in, in deze derde etappe een ontsnapping van twee mannen: Lorraine Pichon van Arkea en Nielsen Palles opnieuw, die de, de punten pakte die je kon pakken in deze etappe voor de bergtrui. En zo verstevigde hij zijn leiding in bergklassement... en liet zich na de laatste gecarrisseerde klimmen afzakken naar het peloton toe. Pichon die ging nog even verder rijden voor de, strijd de, de strijdlust te krijgen, die hij ook. Kreeg in deze etappe. Maar met nog ongeveer 40 kilometer te gaan, werd Pichon weer teruggepakt. De man die de vorige etappe heel knap won, Victor Laffay in de groene trui, maakte de etappe nog iets minder saai door een paar kilometer voor de tussensprint weg te springen uit het peloton en hij kreeg de vrijheid van de sprintersteams om 15 punten te pakken voor het puntenklassement. Mooi van Laffay dat hij op die manier de groene trui nog voor een extra dag wist te houden. Want als hij tegen die mannen moesten sprinten, maakt hij natuurlijk een 0% kans. Met nog ongeveer 50, 40 kilometer gaan zag je de renners opzoeken van elkaar dezelfde ploegen, treintje maken om er zo goed voor aan te zitten. De ploegen die dat deden en voor best een lange tijd voor inbleven was Jumbo aan de ene kant van de weg in het midden, voornamelijk Bora FTC en Uno X maar ik moet zeggen dat de Quickstep het beste deed om op 40 kilometer van de finish eigenlijk tot vrijwel tot het einde, het lang Vooraan te zitten met hun trein. En ook op het moment dat er een rotonde was of een bocht, echt de juiste lijnen te kiezen. Om zo Jacobsen heel weinig energie te laten verspelen voor in de laatste kilometers voor de sprint. Van Hoidong, Die hield de vingaar vooraan in het peloton. Om hem uit de problemen te houden tot het bord van de laatste drie kilometer. UAE die bemoeien zich niet in de laatste 10 kilometer als team. Om vooraan te zitten, die zaten redelijk achteraan als ploeg. Aan de ene kant. you <laughs> Kan het natuurlijk gevaarlijk zijn als de rotonde komt en in het midden van het peloton wordt er niet goed gereageerd of wordt er niet goed opgelet? En dan valt er meestal vaak iemand, dus in het midden van het peloton af achteraan, dan vallen ze als eerst. Maar na de vorige etappe begrijp ik ook wel dat ze in de laatste kilometers van deze etappe uit het gedrang vooraan wilden blijven. QuickSet deed het eigenlijk tot de laatste 1500 meter goed, want toen waren zij nog steeds de ploeg die ervoor aanzaten, maar ze hadden alleen niet heel veel mannen meer voor Jacobsen om vooraan te blijven. Want Jakobsen had alleen nog Askreen en Murkoff. Murkoff die besloot om het wiel van Askreen te laten gaan. En zo kreeg Askreen een paar meters. Omdat de Intermarché met Petit en Biniam in zijn wiel dat gat niet konden dichten. Dus op het juiste moment kwam Alpensin naar voren met nog een kilometer gaan met Ricard van der Poel en Philipsen. Ricard die aan de ene kant van de barrières langs gaan wilde nog ja, voor Zagde daar eigenlijk bijna een uh, grote valpartij uh, mee. Maar gelukkig viel er niemand. Toen Van der Poel het overnam en zijn lead-out begon voor Philipsen, had ik al het idee: het gaat om de zegen tussen Philipsen en Van Aert die bij hem in het wiel zat. Want de rest van de sprinters uh, moesten alle moeite doen om. Uh, in Dat wiel te komen van Aard van en te positioneren. En daarnaast is het ook zo'n goede lead-out van, van de pool dat Philipsen en ook van Aard op zulke hoge snelheid wordt afgezet. En ook doordat er nog in de laatste 300 meter een bocht was die wat afbogen naar rechts. koos Philipsen om voor de kortste lijn te kiezen, had ik in die situatie ook gedaan. En andere sprinters die achter Philipsen en van Aard zaten, moesten veel meer meters maken om Philipsen heen en ook om van hem te winnen. Van Aert koos voor om eigenlijk als eerste aan zijn sprint te beginnen. Aan de rechterkant van Philips om de nog kortere lijn te pakken naast de barrières. Maar omdat de bochten afbogen naar rechts. En Philipsen ook de kortste lijnen naar de streep wilde pakken. Moest Van Aarten afremmen. Gelukkig dat hij dat heeft gedaan. Want anders was er een grote valpartij gekomen. En uh, ja, was hij zelf dan ook flink uh, te komen te vallen. Maar Philipsen sprint redelijk gemakkelijk. Bouws kwam er niet aan te pas. Die tweede werd. en derde. Jacobsen vierde. Van Aart vijfde. Kevin de zesde. Meus zevende. Groenenwegen achtste. Pedersen negende. Kokaart tiende. En. En Binium 11. Er was nog een lange tijd overleg of Philipsen wel of niet van zijn lijn afweek. Het is goed, vind ik, om dat te gaan bekijken, maar met een minuut meer werd Philipsen onzekerder of hij wel of niet had gewonnen, omdat de Varder eigenlijk nog naar moest gaan kijken. Je kan dan wel gaan kijken of de sprinters hier veilig sprinten en of er iemand een fout heeft gemaakt, maar je moet eerst. Kijken of de sprinters hier veilig kunnen sprinten en dat antwoord is heel simpel en dat is gewoon nee. Nu staan die hekken ook nog eens schots en scheef zodat Van Aert eigenlijk nergens op kan vertrouwen en Philipsen die weet ook niet hoe die Van Aert het de beste ruimte kan geven met die neergekwakte hekken. Als je dan gaat kijken of ze Philipsen hadden moeten disqualificeren, ik denk persoonlijk van niet. Als je iemand moet disqualificeren, dan is het de parcoursbouwer. Want in de regels van de UCI staat zelfs ook dat hij de laatste 500 meter rechtdoor moet zijn. En dat uh, was er niet het geval met uh, zo'n knik. En die hekken die dan ook uh, helemaal niet uh, goed zonden. En dat de hekken niet goed zonden. En dat er dan nog een uh, knik in de laatste 300 meter zit. Is het ook heel lastig te zeggen of Philip van uh, zijn lijn afweek. En of, de deur, of hij de deur dicht deed voor van aard. Als printer pak je dan ook de kortste weg. En ik ben van mening dat Philipsen niks fout deed. Van aard komt eigenlijk gewoon in de verdrukking te zitten. Door die hekken die vooruit stonden, dan weer achteruit stonden. Die hekken stonden ook gewoon niet recht. En met zo'n finish is het dan ook heel lastig te beoordelen. Het kan gewoon niet zo zijn, vind ik dan, dat je zo'n finish in de tour hebt. Dat vraagt gewoon om problemen. Met zo'n rechte bocht. Die hekken die dan verkeerd staan. Terwijl je eigenlijk ook. Terwijl je eigenlijk moet ergens anders finis je op een weg waar de laatste 500 600 meter gewoon door zijn. Tot de laatste kilometer ging het bij Quickstep en Jakobsen heel erg goed. Maar daarna ging het eigenlijk mis met de Murkoff die iets uh, belangrijks uh, nu niet doet. En dat is het uh, opschuiven en naar voren bewegen naar buiten. Want dat doet uh, Metsketch en uh, Groenewegen wel. Die uh, pakken eigenlijk de goede plek die voor uh, Jakobsen heel belangrijk was. Mesketsch uh, die levert Groenewegen goed af. En uh, Jakobsen komt daardoor met de uh, Murkoff uh, eigenlijk een beetje daarachter uh, te zitten. En in uh, de verdrukking. En uiteindelijk uh, zit Groenewegen wel goed, maar mist hij uh, juist de snelheid voor mijn gevoel. En Jacobsen die heeft die uh, snelheid uh, wel, maar wordt gewoon niet goed afgeleverd. En moet dan ook van uh, heel ver en ook uh, laat die sprint uh, beginnen. Want anders was hij uh, dichter bij Philipsen gekomen. Vandaag de vierde etappe van DAX naar NOCARO. 182 kilometer. Het is net als gisteren niet geheel vlak. Opnieuw wel wat hoogtemeters. En één klim van de vierde categorie. Maar dat mag geen probleem zijn. Want dit gaat, denk ik, gewoon een massasprint worden. Met alle sprinters. Dus de finish is wel interessant. Want die is op een autocircuit normaal geschikt. Alleen voor auto's. Maar vanmiddag dus ook een keer voor wielrenners. Op het moment dat ze het circuit opdraaien, moeten ze nog. Ongeveer iets meer dan 2 kilometer. En dan zijn er een aantal lopende bochten die je gewoon kan nemen eigenlijk. Gewoon kan goed kan insturen. En de laatste uurbocht zit op 700 meter van de finish. Dus gelukkig nu wel gewoon een parcours volgens de regels. Ik ben benieuwd wat die bochten voor effect gaan hebben op dat autocircuit. Normaal gesproken kan je ze denk ik gewoon doortrappen. Want je zal ook goed uh, moeten beginnen aan uh, dat de uh, circuit met je trein en die bochten ook uh, daarin uh, goed voor aanblijft. Maar in die laatste 700 meter kan je ook nog wel met uh, echte hoge snelheid uh, posities uh, goed maken die je dan hebt uh, verloren in de bochten. Dus ik denk opnieuw een goede lead-out van Alpecin en uh, Philipsen gaat uh, net als gisteren denk ik deze etappe winnen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken en voor het luisteren naar deze video. Vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker even de blauwe duimpje omhoog. Abonneer en gelijk dan ook even hier beneden. Vergeet zeker even niet dat belletje aan te zetten. Zo blijf je op de hoogte van de komende video's die online gaan komen. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer terug. Dan ga ik uitgebreid deze vierde etappe bespreken van vanmiddag. En natuurlijk ook de voorbeschouwing op de vijfde etappe van morgen. Tot de volgende video. Later.